Welkom terug YouTube. Vandaag gaan we eens proberen om dit te lassen. Dani had een vraag, het was me niet precies duidelijk wat hij nou bedoelde. Maar 90 graden met 10 mm dik ijzer, in drie lagen vollassen. Met een vooropening, die opening ertussen is 3 mm. Ik ga het proberen. Hij had met de laatste laag, of ene laatste laag, had hij problemen. Ik ga het gewoon proberen. Ik wist niet of hij het onderhands deed of verticaal omhoog. Nou, ik ga er tussenin zitten. Ik zet hem gewoon zo schuin neer. En dan doe ik er eerst de eerste laag in en die doe ik van boven naar beneden lassen. Die mag ook wel kouder zijn. Heb ik het lasapparaat ook lager staan. En die andere twee lagen, die zijn wel warm. Ik ga mijn spulletjes eens aantrekken en dan gaan we starten. Hier heb ik hem neergelegd. Zo ga ik hem lassen. Ik begin laag, 17,2 volt. Dus dat is vrij koud. Las ik de eerste laag ermee in, de doorlassing maak ik ermee. En dan schroef ik hem omhoog naar 22 volt. Ik zet de afzuiger aan en we gaan het eens proberen. De eerste laag ligt erin. Is netjes doorgelast. Ja, de eerste bultje hier is mijn hecht. Die had ik iets weg kunnen slijpen, maar hij is er netjes doorgevloeid. Hij ligt erin. Die doe ik wat kouder, omdat je daar, dan heb je ook gewoon wat minder materiaal. Dan komen die twee puntjes, die staan 3 mm uit elkaar. Als je die al meteen heel heet last, ja, dan smelt je ze meteen te ver weg en dan lukt het niet. Dus die doe ik wat kouder lassen. Nu ga ik het lasapparaat opschroeven. En dan leggen we de andere twee lagen erin. Die doen we wel lekker warm. Deze is hij geworden. Doorlassing is goed gelukt. Ik denk netjes in. Het lassen in drie lagen komt net iets te kort. Dani zei dat die twee stukjes zijn van 10 mm dik. Nou, deze zijn 12 dik met een vooropening van 3 mm. Ik had geen 10 mm dik liggen. Het was of 12 of 8. 8. Dan ja, dat is zo met drie lagen zoals ik het er nu in gelast heb, net te veel. 12 kom ik net te kort. In het begin. Ja, de stuk hier tussen mijn vingers, dat is wel goed. In het begin hier niet. En op het einde kwam ik ook wat te kort, omdat hij gewoon te heet werd. De warmte kon niet verder weg in het materiaal. Het zijn ook maar kleine stukjes. Maar ik weet nog steeds niet wat het probleem van Dani is. Hij zegt wel dat je probleem hebt met een druppel. Nou, ik had twee kleine stukjes. Ik had hier het probleem. Dan wordt hij te vloeibaar, wordt het hele werkstuk wat zo heet. Dan is hij te vloeibaar. Dus dan moet je wel doorgaan.
Of stoppen en afkoelen, maar ja, dat wou ik niet. Ik kwam gewoon eens ineens doorzetten. Maar allemaal, het kan, ik heb hem opgemeten. De dikte hier is 14 mm nu. Dus je kunt hier ook zien, de drie lagen die erin liggen. Dus nog een keer het verzoek aan Dani om precies uit te leggen wat je nou wil. Die heb ik gewoon gedaan om te proberen. Ik moet de volgende keer toch echt gewoon 10 mm materiaal hebben en dan red ik het wel. Ik stond nu met het lasapparaatje op zijn max voor, ik had er 0,8 mm draad op zitten. Ja, hoger dan 23 volt, dat gaat niet, want mijn draadtoevoer is niet sneller dan 13 meter. Dus meer kon ik niet geven. Voor het mooie was als ik iets meer power had gehad voor dit. Maar goed, als het moet, dan gaat het wel. En je moet je eigen voorstellen, normaal als je zoiets doet, zit er een heel werkstuk aan vast. Dus dan zit je hier bovenin. Het laatste waar ik in de problemen kwam met de warmte, dat het allemaal te vloeibaar werd. Heb je dat probleem niet zo, omdat het werkstuk waarschijnlijk groter is. Dus kort filmpje. Dani, als je nou eens precies... Zo begreep ik jouw probleem, maar ik begreep nog niet wat er precies misging. Misschien ook wel hetzelfde net zoals ik hier heb. Op het eind dat je niet meer uitkomt, dat het te warm werd. Als je het nog een keer wilt vertellen. Hartstikke leuk. Ik wou het hierbij laten. Gewoon een kort random filmpje. Als je het filmpje leuk vond, duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien, kun je eigenlijk ook abonneren op mijn kanaal. En als je dan het belletje aanklikt, word je op de hoogte gehouden iedere keer wanneer ik een nieuw filmpje upload. En ik sluit dan zoals ik altijd doe, en dat is zoals wij hier in Brabant zeggen. Houdoe!